thuis ook. Iedere dinsdagavond zenden we uit vanuit de Waag. Helaas niet iedere dinsdagavond met zo'n enthousiast publiek. Ja, we hebben nooit gehad. En zo spontaan ook. Hè? Ja. Dat is gewoon echt wel zo'n momentje dat je denkt van... Wow. Dit is Gaby 398. 398. Ja, dus nou ja, dank jullie wel voor het kijken de afgelopen 4 jaar. En hopelijk blijf je dat doen, want wij hebben er elke dinsdagavond weer ontzettend veel plezier aan. Gaby, jij bent eerder bij ons geweest en je hebt veel andere talenten dan die je net hier hebt laten zien. Eigenlijk geen talent, is meer gewoon zo vaak doen dat je op een gegeven moment gewoon een verhaaltje opdreunt. Maar dat heeft helemaal niks te maken met... Nee, iedereen kan het worden. Nou, je moet het wel leuk vinden en je moet, maar ja, in principe wel, maar je moet wel enthousiast zijn en outgoing. Ja, hey, maar jij bent kunstenaar. We hebben jou eerder te gast gehad en toen stond er, was de kop van het artikel was dat je wereldkampioen kunst wilde worden. Correct. Schilder wilde worden, kunst wilde worden. Ja, kunst, ja. Nu ben je bezig met een, ik zie regelmatig zie ik tweets van je, dat je bezig bent met de missie, die heet Mission 31. Behalve dat weet ik er eigenlijk nog erg weinig van. Ja, het is een beetje geheim. Nou, het is niet geheim. Het is meer dat ik nu... Kijk, als ik een schilderij maak en ik ben daar in een paar dagen of in een paar weken mee klaar, dan doe je dat online. En ik ben nu met een project bezig wat 4 jaar van mijn leven gaat. Eigenlijk is het al een jaar bezig, maar nog 4 jaar gaat innemen. En dat moet goed voorbereid worden. En ik wil het nu goed doen of niet. Ja, dat houdt in dat je dan gewoon bezig bent. En om dan toch maar wat te tweeten, tweet je er wel wat over. En dan lijkt het misschien geheim, maar... Het is gewoon in ontwikkeling. Dus nu ga je het vertellen. Wat is het? Nou, Mission 31 is dus een 4-jarig project. En eigenlijk wil ik vertellen hoe ik er op gekomen ben. Ik zag dat werelden uit elkaar aan het groeien waren. Je had mijn vader en al die technische ontwikkelingen die er waren, die gingen steeds die kant op. Mijn vader ging eigenlijk steeds meer die kant op. Hij kon zijn website nog een beetje bijhouden, hij kon zijn mobiele telefoon. Maar het gaat zo snel, elke dag komen er dingen bij. Die dingen die gaan zo snel uit elkaar, dat ik dacht, zou het nou niet fijn zijn, cool zijn, als ik met mijn art kan zorgen dat die technische dingen die allemaal die kant op gaan, dat de mensen die die kant op gaan, dat die daar toch wat van meekrijgen. Tegelijkertijd was ik zelf bezig met steeds wel wat tech dingen in mijn art te verwerken. En toen op een gegeven moment liep ik in een tunnel onder de Schelde in Antwerpen. Dat is een hele lange tunnel en het regende buiten. Ik was aan het brainstormen. Ik liep er heen en weer en ik dacht, zou het nou niet cool zijn als ik niet mijn schilderijen wil opleuken met techniek? Maar het is omdraai en techniek als basis nemen en kijken wat ik daar nou in art mee kan gaan doen. En daaronder in die brug of in de tunnel is toen voor mij tech art geboren. En tech art liep voor mij tegelijkertijd met dat ik dacht, die twee werelden die zo langzaam, hè, die techstorm die zo heel hard aan het zwaaien is, die al die mensen, ik dacht, als mijn art, mijn tech art nou kan meehelpen dat al die startups die met die van die fantastische ontwikkelingen eigenlijk ook kunst aan het maken zijn, dat ik die een wat meer een podium geef aan al die mensen die naar de wereld daardoor kijken, het wereld daardoor publiek noem ik die altijd, om met mijn project dat te gaan doen. En toen is Mission, zo snel ging het niet door, maar toen is Mission 31 eigenlijk geboren. En maak het eens even concreet. Geef eens een voorbeeld van hoe kun jij die nieuwe techniek, nieuwe technologie inzetten bij jouw... Hoofdpersoon van mijn project is Tulipman. Tulipman is de eerste en enige Nederlandse superheld. En superhelden hebben natuurlijk altijd elektrische tech-snufjes. Dus Tulipman kan dat ook hebben. En bijvoorbeeld wat wij met hem gaan doen, we gaan een NFC-chip maken. Daar gaan we art op zetten. En mensen die op Art Basel komen, die kopen een schilderij. Op het moment dat zij het schilderij komen, gooien we het echte schilderij in de open haard. Komt daar een piercer, Amal van Dangerous Things. En die pakt het kunstwerk, de chip eruit en zet dat bij de mensen in hun hand. En dan gaan we dus art in the human body doen. Ze krijgen daar een tablet bij, kunnen die daar tegen aanhouden. Tegelijkertijd kunnen ze daar hun bitcoins, hun auto mee openmaken. En dat is één van die dingen waarmee ik wil dat mensen dus daarover gaan praten. Dat ze aan de ene kant denken, wow, dat is de toekomst. En aan de andere kant kan er nog maar geloof ik 20k op het schijfje. Dus eigenlijk is het nog helemaal niet zo de toekomst. Dus dat soort dingen moet je aan denken. DNA maken. Ik zou heel graag het DNA van Tulipman willen maken. En er zijn er bedrijven en via een club waar ik in contact mee ben, die helpen mij om daar ook te komen. Een bedrijf in Amerika is heel erg mee bezig. En ik zou heel graag willen dat mensen zich gaan realiseren dat we dus DNA kunnen veranderen door het uit jou te nemen. Je zegt dat grijze haar ben ik zat, we gaan wat dingen veranderen. En tegelijkertijd zegt mijn moeder dan bijvoorbeeld, oh, dan kunnen we oma redden. En tegelijkertijd hoor ik... Maar ik onderbreek je even, is dat je doel? Want je zegt ook, wil je dat mensen zich realiseren dat alles maakbaar is geworden? Ik wil graag dat die discussie op gang komt. Want ik zie dat die discussies heel vaak plaatsvinden in like-minded. Hè? Dus mensen die dezelfde kant op kijken, die praten er allemaal over. Ja. Ze zijn allemaal mee bezig, maar ik zou graag dat eigenlijk naar buiten willen schoppen. En het door dat mijn art te doen, door gewone maar mensen... Maar loop jij niet het risico door de manier waarop je het nu positioneert? Want je gebruikt al die termen van de like-minded. Je hebt het over robotica, 3D-printen,
chipimplantaat. Ja, maar zo ga ik het ja, dat gebouw. Soms denk ik, hoor ik Joeri van Geest of hoor ik... dat is niet zo erg om dat te zeggen. Maar ik denk dat je voor de wereld waarin je het wil presenteren, de start-ups die met mij moeten samenwerken, moet ik het ook in die bewoording vertellen. Maar degene die dadelijk naar mijn kunstproject komen, die hoeven al die termen helemaal niet te horen. Die komen gewoon naar een kunstproject. Ik ga bijvoorbeeld in Las Vegas, zijn we bezig met de MGM Casino, om een 3D-printed dinnershow te maken, waarbij alles wat je daar doet, komt uit de 3D-printer. Je tafel, je eten, alles komt daaruit. Maar eigenlijk kan je ook zeggen, je gaat naar een stukje entertainment, waar toevallig alles uit de 3D-printer komt. Ik vind dat fascinerend. Hoe krijg jij de MGM in Las Vegas zover om zo'n project te doen? Ik heb een goede Amerikaanse vriend die een spreker is en bij Bloomberg zit, en die dus heel vaak in dat circuit zit en dus ook daar iemand kent. En blijkbaar heb ik soms een gunfactor, waardoor iemand mij heel graag wil introduceren bij een hoge oom in zo'n casino. En dan mag ik als klein mannetje mijn concept daar komen pitchen aan die mannen die maar 1 minuut hebben en dan weer weg willen rollen. Ja, en dan lukt het jou ook nog? Nou, die is nog niet gelukt, okay, maar ik ben wel uitgenodigd om daar te komen. Maar ook bijvoorbeeld het ministerie van OCW, daar heb ik laatst, zat iemand in de zaal waar ik een keer mijn verhaal vertelde. En die kwam naar mij toe, die zei, zou jij bij ons willen langskomen? Omdat het heel erg zit op een snijvlak tussen kunst en techniek. We kunnen er met educatie wat mee. En ik zit nu dus bij hun, nu eigenlijk aanstaande vrijdag al, om daar mijn verhaal te vertellen, om te kijken wat OCW daar mee kan. Zoals ze dat ook met Daan Rozengaarde en nog een aantal mensen die ze steunen. Willen zij kijken of ze dat ook met mij willen bijvoorbeeld. Hey, maar je begon ermee te zeggen dat je de overbrugging bent tussen die... Nou, één van de. Ik ga natuurlijk nooit zeggen dat ik de enige... Maar, maar voor je vader ben jij hem wel, denk ja. ik. Hè? Maar stel dat jouw vader nu deze eerste 10 minuten heeft meegeluisterd. Daar snapt hij nog helemaal niks van. Maar dat komt omdat ik het nu niet aan... Aan je vader vertel. Nee, ik vertel het aan mensen die wel dit ongeveer begrijpen. En die die buzzwoorden ook ondertussen allemaal wel gehoord hebben. Dus dat is heel anders dan hoe dadelijk in art het uitgelegd gaat worden. Ja. Hey, het heet Mission 31. Omdat je 31 projecten wilt gaan... Eigenlijk omdat ik het van plan was om het in 2015 en 2016 te doen. Als je die bij elkaar optelt, heb je 31. Alleen dat was niet haalbaar met wat het kost en wat ik bij elkaar moet hebben. Dus nu zijn het eigenlijk logischerwijs een soort 31 projecten geworden, waarvan er de helft wel eigenlijk vaststaat en de andere helft is in de toekomst. En je weet natuurlijk niet over 2 jaar wat we dan vernieuwen. Ja. En waarom maak je het zo groot? Want het kost miljoenen, het is een miljoenenproject, als het allemaal lukt. Dat is best ingewikkeld, want ik neem aan dat je eindeloos op dit moment aan het pitchen bent bij mensen om dat geld bij elkaar te krijgen. 2-3 keer per dag. Ja, maar waarom maak je het zo groot? Waarom begin je niet gewoon ergens? Nou, in principe doe ik dat ook. Want ik weet natuurlijk niet wat er over 4 jaar voor technologie gaat zijn. Dus als ik over 4 jaar iets wil doen wat ik nu bedenk, dan ben ik natuurlijk de domste. Want dan haal ik mezelf helemaal onderuit. Want dan doe ik helemaal niet met nieuwe dingen. Want sommige dingen zullen over 4 jaar wat meer geaccepteerd zijn. Dus de eerste half jaar, 3/4 jaar staat vast. Daar ben ik nu heel hard mee bezig. Alleen ik vind het mooi om het als een soort story te maken, waarbij Tulip Man gewoon de wereld overgaat om dit als missie te hebben. En dat het er dan 31 zijn geworden en dat het 4 jaar duurt. Eigenlijk duurt het steeds maar de volgende. En als die gebeurd is, dan is het weer de volgende. Maar ik vind het wel mooi om een groter doel te hebben. Want als ik alleen maar steeds om 1 schilderij iets wil maken, dat weet Erwin ondertussen, dan is dat voor mij geen motivatie. Ik vind het mooi als er een langere lijnen zit. En dan kan je ook falen en dan kan je slagen. Hey, jij bent zelf de kunstenaar die tegelijkertijd onderneemt, maar je bent een heel team om je heen aan het formeren. Hoe ziet zo'n team eruit om dit te realiseren? Nou, in eerste instantie als je als creatief allemaal creatief, de start-ups die ik dan even in dit geval ook creatieve mensen noem, aan het zoeken ben, dan wordt het nog niet al te zakelijk. Want dat soort partijen vinden het heel mooi en heel cool om mee te brainstormen over wat wij met hun techniek kunnen. Alleen als ik, want we praten over dat het tussen de 14 en de 17 miljoen moet gaan kosten. Als ik dat moet gaan hebben en ik als creatief moet het gaan ophalen. Nou, ik vind een applaus al heel mooi. Dan zeg ik hier alsjeblieft heb je mijn techniek. En dat gaat natuurlijk hem niet worden. Dus ik ben meerdere mensen tegengekomen. Ik heb nu een club van 3 gevonden. Waar ik ook een biertje mee kan drinken en waar we het ook gezellig mee hebben. En die mensen vormen... Dat is vrij belangrijk. Ja, vrij belangrijk. Nou, ik drink dan geen bier, maar in mijn kop. Maar het is een soort spreekwoord, weet je. En dat team, dat helpt mij dat ik niet 6 keer gebruikt word door iedereen. Dat mag wel 1 keer, maar niet 6 keer. En zij helpen mij om het gewoon financieel goed te zetten. En zij hebben een netwerk waarbij ze heel veel connecties hebben, waardoor ik niet meer bij de alleronderste in een Ahold kom, maar waardoor ik gewoon hoger kom, of bij een Deloitte, waardoor ik gewoon hoger aan tafel inschuif en ik daar mijn verhaal mag vertellen.
Ja, hey, waar komt die fascinatie van jou met die technologie vandaan? Je bent natuurlijk gewoon kunstenaar. Je maakt ongelooflijk mooie schilderijen. Ja, maar gadget boy ben ik altijd al geweest. En ik denk dat nu... Hè, of dat nou is een Foursquare check-in aan je schilderij geven... en dat je daar sinds van de week weer burgemeester van kan worden... waar ik ernstig blij mee ben. Maar of dat dan is layer eraan toevoegen of dat het is... Hè, techniek heeft altijd wel een rol in mijn leven gespeeld. En ik zie gewoon dat mensen dat niet meer kunnen volgen. En ik hoop daarin een bijdrage aan een betere wereld, hoe je dat ook wil noemen. Dat is natuurlijk allemaal heel mooi gezegd. Maar ik zou het cool vinden als er iemand een techniek accepteert door iets wat ik hier met dit project ga doen. Mooi verhaal, zei Stekel. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Hey, in september is voor jou een heel belangrijk moment. Want die 14 miljoen krijg je niet bij elkaar. Nee. Hoe ga je dat in de tijd... regelen. Nou, jullie zullen vaak met start-up zitten. Ik wist dat niet, maar dan heet iets, heb je seed funding nodig. Ja, hè? Funding om funding te gaan vinden, lijkt dat dan gewoon. En jouw hele strategie is nu om in september seed funding bij elkaar te hebben. In september heb ik in een gallery... Hoeveel heb je nodig? Dat gaat om 2 ton. En dat zijn de eerste, zodat ik... overal, ik kan naar Netflix, naar gewoon dat soort partijen. En mensen kunnen jou vanavond gewoon bellen als ze 10.000 euro over hebben. En, een tweet sturen mag ook. Een tweet sturen. Nou, dat hebben we hier vanavond zo geregeld volgens mij, toch? Nee, dus wij zijn daar dus ook bezig met. En het moeten ook wel mensen zijn die niet alleen maar denken... Oh, als ik dan... je krijgt er ook een schilderij voor. Dat schilderij wordt dan zoveel meer waard. Maar ik wil echt graag mensen hebben die het ook steunen. En die het ook een soort uitdragen naar buiten. Waardoor ik 40 vrienden erbij heb... Die ook helpen om dit gewoon te gaan verwezen. Ja, want dat is wel een groot verschil. Als je het hebt over start-ups, daar investeer je, of het nu seed funding is of in de latere ronde is, daar investeer je in met het geloof dat jij er later beter van wordt. Hè? Dat er meer geld uitkomt dan jij erin gestopt hebt. Daar zou je van kunnen zeggen dat het is nog een soort eenvoudig rekenmodelletje. Stel dat zoveel mensen gaan gebruiken. Maar ik pas hier ook op. Ja? Want als ik dit 4 jaar ga doen, dan ben ik naast dat er pop art is, ben ik een tech art lijn begonnen. En als wij met z'n drieën besluiten om hier een gebouw tegenover in te gaan pakken, dan zegt iedereen, ze doen dat wat die Christo ook gedaan heeft. Dus ik hoop dat die 4 jaar, dat ik eigenlijk mijn eigen pad ga graven. En dat over 4 jaar, als iemand iets met tech wil doen en bijvoorbeeld, ik ga bijvoorbeeld robotten als beelden neerzetten. En niet echt als functioneel, maar gewoon als mooi dat je ernaar kan kijken. Als iemand dat dan daarna ook gaat doen, dat ze dan zeggen, ze doen een gabietje. Dus in principe maak ik mijn eigen tak, waardoor er de Gaby Gaby Studio ontstaat. En ik vanaf dat moment niet meer in Mission 31, maar gewoon doorgaan met tech art maken. En dan heb ik mijn eigen bedrijf opgezet. Oké, en iedereen die jou helpt met seed funding, die krijgt gewoon een aandeel in jouw business en is vanaf dat moment jouw partner. Ja, in het begin krijg je de optie om dadelijk aandelen te nemen voor een grotere ronde. Want het gaat over kleinere bedragen in het begin. En daarna is dat absoluut alleen... Natuurlijk, het enige verschil met een start-up. Ik kan geen 51% van mezelf verkopen. Dat zou op zich ook een heel mooi kunstproject zijn. Maar dat is natuurlijk iets niet wat mogelijk is. Dus er zit een grens aan. Want jij kan mij natuurlijk niet hebben. Maar je kan wel misschien de rechten van Tulpan. Daar kunnen we wel in. Dus daar moet nog mee gespeeld worden. Maar dat is wel het idee, ja. Hey, fantastisch. Dank voor je komst. Ja. Een klein dingetje nog. Als je Gaby 407... Ik wist eigenlijk niet Gaby dat je veranderd was van Gaby Gaby naar Gaby. Nee, ik ben altijd op Twitter Gaby 407. Oh, okay. Hey, maar een elk moment, elke dag een mooi momentje vind ik altijd als jij in je bed incheckt. Ja. Het Gaby Marijn bed. Op een uur of 10 is het meestal. Andere mensen zeggen, ik ga nu naar bed. En ik check gewoon. En nu kan ik ook weer burgemeester worden. Dus dan, ik ben dadelijk weer... Ik kan weer tegen mijn vrouw zeggen, schat, je slaapt met de burgemeester. Ja. Hey, we hebben hier in de zaal al iemand, Mark de Kok, die op Twitter laat weten dat 5 euro per maand als abonnement op een betere wereld wat hem betreft best te doen is. Ja, maar hij gaat naar Zwitserland, dus ik weet niet of we dat kunnen collecten, toch? Dat is misschien wat te ver. Maar goed, misschien is dat ook een model. Ja. Oké, dan gaan we er even door. Maar goed, dat volgen we straks wel als je Twitter-account volgt. Hey, ontzettend bedankt. En wij hopen dat we deze traditie wel voort kunnen zetten. Hebben ze ook weer gezegd dat ik arrogant ben? Want dat was de vorige keer. Nee, helemaal niet. Oh, nou, dat is dan nu. Heb ik het wel gedaan Sterker nog. Heeft hij dat gezegd? Sterker nog. De passie van Gaby gaat nooit vervelen. Ga met die bak. Blijf maar voor mij. Fijn altijd. Waarom ik het eigenlijk zeg. Normaal praat ik altijd over iets waar ik al jaren mee bezig ben. En nu voor het eerst vertel ik aan jullie eigenlijk hoe mijn baby heet. En dat was heel anders. En daardoor voel ik me ook anders om hier daarover te praten. Het is meer dan een beetje leuk over een schilderij praten. Ja. Nee, maar dat hebben we in de gaten. Ja. Hey, super. Jullie die thuis kijken. Bedankt voor het kijken. En je weet, je kunt inmiddels 498 uitzendingen terugkijken via ons YouTube-account.
Zou er één iemand zijn die ze allemaal gekeken heeft? Nee, natuurlijk niet, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Struin een beetje door die archieven de komende maanden, want wij stoppen altijd eventjes in juli en augustus. We bedanken altijd Streamzilla uit Groningen die ervoor zorgt dat je live kan meekijken. En we bedanken natuurlijk de mensen die FNT-member zijn en voor een tientje per maand media over innovatie mogelijk maken. Ben je dat niet, voel je niet schuldig, maar hooguit een klein beetje. En je kunt het alsnog vanavond oplossen. We hebben boeken te koop, noem het allemaal op. We doen vanavond 3 uitzendingen voor degene die... Blijf kijken. Blijf dus kijken. Jullie ook, klap nu heel erg hard, maar straks moet je weer. Dus je moet het een paar keer doen vanavond. Maar dat hoort ook een klein beetje bij dit hele concept. Dus dankjewel.